Thomas, jij bent hier omdat jouw nieuwe single Jij en Ik vorige week is uitgekomen. De hoeveelste is dat eigenlijk? De hoeveelste single? Volgens mij is het ongeveer rond de 30. Misschien iets minder. Man, jij bent 25 en 30. Sorry. Diep jong bij mij vergeleken, want jij bent 22, hè? Nu, ja, 22, ja. Klopt. Ja. Hey, en maar ik hoop dat je het niet erg vindt dat ik nu in de studio zit vandaag. Nee, in het geheel niet. Nee, okay, je zou mijn kleinzoon kunnen zijn. Okay, dus dat is toch leuk om te weten. Ja. Hey, van dat liedje, Jij en Ik, is ook een videoclip gemaakt, ja. met allemaal Nederlandse missen. Ja, klopt. Waarom dat? Goed, op een gegeven moment dan zit je aan tafel en dan zeg je, waar moet de clip over gaan? Het is een heel vrolijk, heel positief, gezellig nummer. En dan zit je met elkaar aan de tafel, onder andere de regisseur van de clip. En op een gegeven moment zei ik van, ja, waarom is het niet gewoon leuk? Ook voor de mannelijke fans die kijken. Van, geef een mannen ook eens een keer wat. Weet je, want je ziet altijd, of dan met dit, of een zus, of zo. En ik dacht, weet je wat we doen? We gaan gewoon 40 vrouwen uitnodigen in de clip. En een goede vriendin van mij, Kim Kutter, die regelt het allemaal met die missen. Die heeft, of een organisatie van Miss Nederland. Dus die had het zo voor mij geregeld. Het zijn dus de missen die nu met missenverkiezingen bezig zijn. Ja, dus er zijn er bijvoorbeeld 3 uit Gelderland en 3 uit de regio Utrecht en 3 uit Overijssel en zo vanuit heel Nederland. Je hebt een nieuw maatje, Emiel Rattelband, die zit er ook in, geloof ik. Hè? Ja, ik heb Emiel ontmoet tijdens het programma De Schat van Oranje, waar ik deze laatste aflevering uit ben gestemd. En daar heb ik hem ontmoet en het liedje is heel erg positief en Emiel is een positiviteitsgoeroe, dus hij mag ook wel weten. Ja, tuurlijk. Lappen de missen over kolen, branden de kolen? Nee, dat was niet de bedoeling. Ja. Ja. Je doet dit werk ondanks je jeugdige leeftijd al heel lang. Hè? Ja. Waar wil jij over pakweg 10 jaar staan? Ik heb geen flauw idee. Ik geniet van elke dag. Echt elke dag. Of wil je ooit nog eens wat anders gaan doen? Chirurg worden of zo? Nee, chirurg worden dat gaat niet meer, want dan ben ik op mijn 40ste pas klaar met studeren, denk ik. Ik ben blij met wat ik op dit moment aan het doen ben, dat is zingen. En ik wil het nog heel mijn leven lang doen, als het kan. Leuk man. Maar ik zie het wel van dag tot dag. Ja. Hoe is met je schoonmoeder? Mijn schoonmoeder? Dat heb je niet meer gewoon. Ik heb geen schoonmoeder meer, nee. Maar ik hoop dat er ergens in Nederland een leuke schoonmoeder aan mij zit te wachten. We gaan zo je liedje laten horen. Ben je nog binnenkort in de provincie Utrecht ergens voor een optreden, Thomas? Dat staat, tenminste wat ik weet, is dat het binnen nu en een maand niet in de buurt van Utrecht staat. Maar op thomasbergen.nl kan je dat kijken. Wat is nou leuker, om in zo'n radio- of tv-studio te zitten of op te treden voor het publiek? Ik vind eigenlijk alles wat met mijn carrière te maken heeft wel leuk om te doen. En dit is natuurlijk gewoon promotie en hier mag ik mijn nieuwe single laten horen en hebben wij een leuk interview. Dus ik vind dit ook leuk. Ja, of het een leuk interview is, dat is aan de luisteraar natuurlijk. Ja, goed. Maar dus... Een hele mooie hoes. Je hebt het liedje zelf geschreven trouwens. Ja, klopt. Is dat leuk? Ja. Mooi werk om te doen, tekst schrijven. Ik vind dat fantastisch. Ja. Dat ligt natuurlijk aan wat voor inspiratie ik op dat moment heb. Je gaat voor je laptop zitten en dan borrelt het op of zo. Ik heb gewoon gedacht, voordat ik het nummer schreef, van wat willen de mensen nou eigenlijk? Dus ik heb met een paar fans na de optredens gewoon eventjes gebabbeld. Gewoon in alle rust en stilte van, wat wil je nou horen van mij? Wat vinden jullie nou leuk? En dat was toch dat er meer uitkwam dat ik... Een meer positief liedje moest gaan maken. Nou, dat heb ik volgens mij wel aan vandaan. Want tegenwoordig, en daar moet ik iedereen ook wel gelijk in geven, het is natuurlijk allemaal negatief. Je hoort constant negatief nieuws op het journaal, in de krant en noem het maar op. En iedereen heeft daar toch wel een beetje last van, merk ik ook wel. En als ik als artiest, door gewoon vrolijk te zijn en positief te zijn en een leuk liedje uitbreng, misschien mensen wat vrolijker kan maken of wat blijer kan maken, dan is dat mooi meegenomen. Want ik ben het ook niet eens met heel veel dingen die er nu in Nederland gebeuren, maar ik wil toch positief blijven. Ja. Mooie afsluiting. Thomas, dank je voor je bezoek. Dank je wel, studio. Zullen we maar gaan luisteren? Ja, is goed. Gezellig.